En dan word je kampioen. Nou, dat is een godsgeschenk met een centrum. Nou, die kunnen ook bij die man die net gezongen hebben mij bij die bussen gaan werken. Want ze hebben net zo'n draaicirkel van een bus met z'n tweeën. En dan denk ik, ja, kom op, hè. Hey, je hebt Verbeek lopen. Verbeek is toch godverdomme een goede speler, of niet? En het gezamenlijk begon toen hij zijn contract niet zo snel wilde verlengen. Dan moet je zorgen dat hij dat wel verlengt. Ja, ik ben hier bezig eten met Boni. Boni die had een goede bui. Die had wat centen verdiend. Dus die zegt, dat moet een tijd geleden zijn, Wil. Ja, ja. Het is een jaar of 12 geleden. Nou, is Van Bommel er. Nou, ze doen het aardig. En dan is ineens Van Bommel, die is wel onze lieve heer. En Frenkie de Jong, die moeten we niet zo ophemelen, weet je niet. Ik denk, doe nou gewoon normaal, want je kan nog zo'n goede trainer zijn. Het gaat om die gasten. En als je gasten gewoon, niet hun taak, maar gewoon het plezier hebben in hetgeen wat ze doen. Dan kan je kan nog zo'n goede trainer zijn. Dat denken ze allemaal wel. Die trainers die er zitten, maar dat is gewoon zo. Je moet een paar goede spelers hebben. Die gasten gewoon op een flikker geven, neerzetten als het nodig is, dan zit je gewoon goed. Nou, ik moet wel zeggen, ik zag toevallig, dus heel stom is dat, kreeg ik ergens een foto. En toen ging ik je gelooft het niet, een Opel voorbij. Ja. En een sfeertje en een Mercedes. Zie je mij lopen langs de snelweg en dan ging ik voorbij. Serieus, van de week kwam hij binnen ergens op Facebook. Nee, geen file. Nee, stond geen file. Nou, ik vind het, ik moet eerlijk zeggen, dat Ajax doet het op dit moment goed. Heeft niet in de zwaarste pool gezeten. Maar normaal gesproken, als ik PSV twee keer ziet spelen tegen de Spurs, dan kunnen wij zeggen, het was wel aardig, maar het was gewoon een normale kansloze missie. Dus je moet toch wel wat meer kwaliteiten bezitten als alleen maar dat je denkt van ik heb een goed team. Ajax heeft gewoon een goede ploeg op dit moment, maar individueel hebben ze ook goede spelers. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind Vente een geweldige mooie naam hebben, maar het is niet dat ik denk van nou, die kan onze spits vervangen. Ja, maar ja, die jongen die kwam van zo groot af bij me thuis, dus hij heeft me wel eens gered. Dat ik het veld inliep. En toen zag ik ineens een snikker liggen. Die nam ik. En ik nam nog eens een aansteker. Toen je trainer voor Utrecht was. Ja. Ja. Toen liep ik helemaal weer buitenom zo langs de lijn. En toen vroegen ze aan hem, waarom heb je hem niet weggestuurd? Weet je niet. En toen later belde hij me op. Toen zei hij, ja, maar ik ken u toch niet wegsturen, oma Wim. Ja. Nee. Sluiten we nog even af met een liedje, Willem. Ja. Er komen nog meer buschauffeurtjes aan. Hier aan de Maas wordt er weer hard gezongen, want er is één club kampioen.